Hier is de grens. Daar is de grens. Hier? Ja, dus misschien kun je nog ietsje meer naar rechts. Het lijkt me niet handig om dat open te hebben staan. Nee. Ja! Het is altijd gezeik, hè, die set. Ik haat het. Fijn dat je ons kanaal weer hebt gevonden. Ik kan me voorstellen dat het onder alle Twitter beef, YouTube gekkigheid. We zijn een beetje bedolven zijn geraakt vanwege onze inactiviteit. Maar dat zegt helemaal niks, want we zijn terug, we zijn vers, we hebben er zin in. Precies. Van deze aflevering gaan we Radna Fabias' habitus bespreken. Bij deze bundel zit er wel een disclaimer. Wij hadden ons voorgenomen om de winnaar van de C. Bunningprijs te gaan bespreken. En wij hebben dan ook een paar bundels van de C. Bunninglijst gelezen. En toen uiteindelijk won Radna. En wij vonden de bundel zo goed dat wij het onmogelijk niet konden bespreken. Maar we zijn ons wel bewust van de gevoeligheid van de onderwerpen in deze bundel en onze misschien niet helemaal niet ideale positie als twee witte mannen om daar misschien over te oordelen. En daar zullen we dus ook op letten tijdens het bespreken van deze bundel. En vandaar ook het bier van vandaag. Ja, we weten dat het geen pils is, maar Posy in pils bekt gewoon veel lekkerder dan Posy in speciaal bier. We hebben het het biertje Razor. Het is een farmhouse ale van de Brown Brewery. Omdat wij het gevoel hebben dat Radna Fabias in haar bundel habitus op een messcherpe manier de verschillen tussen verschillende culturen onderzoekt. Ja. Proost. Proost. Laten we erin duiken. Houden we het op, inderdaad. Maar Radna Fabias is de winnaar dus van de C. Bunningprijs, zoals ik net had genoemd. En in 2016 won zij ook de poëzieprijs van de stad Oostende. Daarnaast is ze afgestudeerd op de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. En heeft ze voor deze bundel eigenlijk heel weinig gepubliceerd. Inderdaad, dit was echt haar binnenkomer. Je kan zeggen wat je wilt, maar dit is echt... Radna Fabias heeft met deze bundel echt... Met twee gestrekte benen is ze erin gegaan. Mm-hmm. Want het is fire. Veel. Het zijn meer dan 100 pagina's poëzie. Dat kan een beginnend poëzielezer misschien afschrikken. Van ik denk van, oeh, dat is wel heel veel. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Alfred Schaffer ook argumenteerde in De Groene Amsterdammer toen ik deze bundel besprak. In Nederland is er een beetje een soort tendens dat poëzie onderdoet voor proza. Maar als er een bundel is die laat zien dat poëzie net zo hoog staat als proza, is het Radna Fabias. Habitus is een term gecoind door socioloog Pierre Bourdieu. En het betekent zoveel als een duurzame manier van waarnemen. Hoe ik het zou omschrijven na het lezen van deze bundel, met de duurzame manier van observeren in mijn achterhoofd, zou ik zeggen een gematigde vorm van observeren waarin twee kanten van het verhaal belicht worden. De bundel draait eigenlijk thematisch over haar vertrek uit de Antillen naar Nederland toe. En hoe de cultuur in de Antillen haar als mens heeft gevormd. En hoe de Nederlandse cultuur daarvan verschilt. En hoe er wordt omgegaan met de cultuur van de Antillen door toeristen bijvoorbeeld. Dat is te zien in het eerste gedicht dat we gaan bespreken. Onderdeel van het eerste gedeelte van de bundel, Uitzicht met kokosnoot. En het gedicht dat we gaan bespreken heet Openingsscène op bladzijde 17. Op het vliegveld trek ik uit mijn schoenen, mijn riem en als er om gevraagd wordt ook mijn broek. Ik laat me door de honden besnuffelen, de wapens installeerde ik onder mijn vingertoppen, ik heb daar ook de versnelde hartslag opgeslagen. Ik zie er keurig uit, mijn haar zit goed. Ik glimlach als een schaap, ik kijk omlaag. Het masker aan een elastiek achter mijn oren gehaakt. Nou, staat hier nergens heel duidelijk, maar wij denken dat dit gaat om over Schiphol. Het gaat een beetje over de gedragscontrole naar mijn optiek die heeft plaatsgevonden na 9/11. Vanaf het moment dat de Twin Towers naar beneden zijn gehaald in Amerika, is er een soort achterdocht. Dan weer een soort tegenreactie op de reactie op 9/11. Waardoor het haar netjes moet worden gedaan en het masker op moet blijven, ook als naar de grond gekeken wordt.
die wapens onder haar vingertoppen. Mm-hmm. Weet je? Van alsof daar wapens zouden zitten. Precies. Van wat dan? De nagels? Ja. Wat zijn de wapens? En daar ook de versnelde hartslag. Dus er is ook weer angst. Er zit al angst in die eerste strofe. Op het vliegveld trek ik uit mijn schoenen, mijn riem. Nou, dat moet iedereen. Maar, zegt ze erbij, en als er om gevraagd wordt, ook mijn broek. Dus ze gaat er eigenlijk al een beetje van uit dat zij uit die lijn wordt gepikt, toevallig. En dat ze haar broek moet uitdoen en dan waarschijnlijk wordt geïntimideerd. Inderdaad. Vandaar die versnelde hartslag. Ja. Naast haar wapens. Dus hier wordt het dan meteen al, een beetje pijnlijk, ja, om te lezen. Hoe er wordt vanuit onze positie. Ja. Ik denk dat, ik kan daar natuurlijk niet voor spreken, maar ik denk dat misschien mensen van kleur hier juist herkenning in lezen. Ja, zeker omdat het gedicht gaat over het observeren van twee culturen, zoals we net al geconcludeerd vanwege de titel, is dit een heel duidelijk van, kijk, zo gaat het dus. Zo gaat het, ja. Want er staat niets in dit gedicht, dat kleur geeft aan de situatie. Behalve dan, ik zie er keurig uit, mijn haar zit goed. Maar alsnog, dat zegt ons helemaal niets. Want wat keurig is en wat goed betekent, kleuren wij zelf in. Dat aanpassen zien we ook in een ander gedicht. Namelijk Kapitaal, op bladzijde 33. Hier zullen we de eerste twee strofes even van voorlezen. Kapitaal. De erfenis vinden we in beschimmelde dozen die al minstens 4 generaties liggen te vergelen in het huis onder de huid van onze overgrootmoeder en iedereen die uit haar kwam. Ik krijg 5 trucs om gokkasten te laten betalen. Een simpele manier om geld te maken. 8 manieren om de man thuis te houden, waaronder 4 brouwsels voor een strakkere kut. Een recept voor blijfhierwater en een in de loop der jaren geactualiseerd boek met levensreddende instructies voor de weerloze deerne, waarin ik lees een aantal instructies. En dan gaat het nog pagina's lang door. Met instructies die gaan van soort nog begrijpelijk. Soort instructies die spreken van zorg. En ik wil het beste voor je naar bijgelovigen. Bijna absurd, zoals let op dat je tussen 3:30 s'nachts je telefoon uitzet vanwege stralingen uit Mars die Alzheimer veroorzaken. Of je moet je man bewieroken als hij slaapt. Als je niet verder dan de eikel komt, word je nooit zwanger. En de eerste 3 centimeters leiden sowieso niet tot waardeverlies. Waardeverlies vind ik hier een heel... Dat vind ik een apart woord hier. Ik denk dat het ook... Dat is natuurlijk ook heel erg cultuurgebonden. Het gaat heel erg over status. Inderdaad, die strakke kut is heel belangrijk. Ja. Het wordt bijna jouw verantwoordelijkheid om te zorgen... Dat hij niet vreemd gaat of weggaat. Terwijl, dat is natuurlijk ridicuul. Zo schetst Radna dan een beeld van hoe het gaat op de Antillen. Waar wij natuurlijk dan meningen over hebben. En het misschien bijgeloof vinden en het misschien grappig vinden. Tegelijkertijd, en hier komt dat woord habitus goed naar voren, is er op pagina 93, staat er een strofe. In het gedicht Aankleding, die... Die gaat juist weer de andere kant op. En ik kan me voorstellen dat het daar omgedraaid is. Dat wij hier een beetje denken... En dat juist voor mensen van de Antillen dit misschien weer lachwekkend wordt. Dadels, gestampte avocado's, vijgen, cashewnoten, crème bij Zuid-Amerikaanse boeren. Eerlijk ingekochte, al dan niet rauwe chocolade of koffiebonen. Industrieel ingerichte cafeetjes, yoga, wanderlust, pronken met de onberispelijke smaak. Obscure bandjes, kunstenaars, feestjes, meer geld, meer spullen, geen spullen, meer ervaringen, geen baan, maar werk. Nostalgisch, ambachtelijk, Berlijn voor inspiratie, Scandinavië voor stijl. Zeggen wat je denkt, doen wat fijn voelt, historisch besef, semi-ironisch, cultureel relativisme, eerder humanist dan feminist, vrijblijvende morele verontwaardiging, zelfacceptatie, zelfontwikkeling, geloof in eigen uniciteit, sneeuwvlokjesgeneratie. Ja, nee. Het hele gedicht is opgebouwd als een soort van... een soort vragenlijst. Vragenlijst waar alles op ja en nee kan worden beantwoord. In het begin is het dan bijvoorbeeld kinderen. Ja, nee. Begrip voor het verdriet van de ongewenste kinderloze vrouw. Oké, nee, ja, nee. Begrip voor de uitputting van de ouder. En zo gaat het door, maar het wordt steeds extremer. En het wordt ook steeds een beetje meer stekender naar dat randstadgedrag.
dat wij hier vertonen. Want bijvoorbeeld een zin als eerder humanist dan feminist, dat hoor ik, dat kan ik zo ergens horen. Ze is niet bang haar eigen cultuur een beetje belachelijk te maken. Dus natuurlijk, als zij, hoe zeg je dat, bicultureel is, dat betekent net zo goed dat de steken die ze inderdaad uitdeelt aan de Antillen net zo goed geldt als de steken die ze hier in Nederland maakt. Mm-hmm. Dat vind ik juist een van de sterke dingen van deze bundel, is dat het zich niet enkel concentreert op waar ze vandaan komt, of waar haar roots liggen. Ze is op haar 17e, geloof ik, correct me if I'm wrong, van de Antillen naar Nederland vertrokken om daar naar de kunstacademie te gaan. En als je zo'n hele poos hier bent, dan kom je er natuurlijk ook achter dat hoe verheven wij ook ons voelen in het Westen, wij minstens zo ridicuul bezig zijn als men op de Antillen die bang is voor straling van Mars. En bijvoorbeeld vrijblijvende morele verontwaardiging, vind ik heel tekenend voor wat er vaak in Nederland gebeurt, is dat er... dat er wel morele verontwaardiging is, ja. Dat het vaak alleen is in een situatie waarin iemand zelf iemand kent die kanker heeft. Hetzelfde geldt een beetje van, niemand wil dat iemand een zwerver is, maar niemand is bereid om er een huis voor te bouwen. Heel veel mensen dromen ervan om iets goeds te doen, maar niemand doet iets. Dat geloof in eigen universiteit, sneeuwvlokjesgeneratie, die laatste zin, vind ik ook heel tekenend voor, misschien voor... voor het Westen misschien, het hele Westen. Als het even heel... Heel banaal, even. Uniek zijn is ook een brand geworden. Inderdaad. Iedereen probeert zichzelf zo onmogelijk graag authentiek voor te doen. Dat iedereen weer hetzelfde is. Ken je nog dat van Dre Drexler's zijn community brand dat Individuals heet? Ja. Nou, daar heb je het al. Perfect voorbeeld. Sneeuwvlokjes, ja. Haar verhoudt zich zowel tot de cultuur van dingen als haar eigen seksen in het gedicht Rip op bladzijde 55. Ik zal zelf de eerste pagina voorlezen, omdat die twee pagina's lang is. Rip. Aanvaard je lot, Rip. Strijk met je vingertoppen langs je benen, voel je vacht, verwijder je vacht. Veel wat te veel is en verhoog je stem. Teken een zwarte streep onder je ogen, rustig, doe rustig, teken op je heupen de contouren van de vrouw die je moet worden, slink. Laat de adem van een ander zachtjes schrapen langs waar het beurs is, beschadig zo zachtjes, je keel zachtjes. Laat de pijn zien en als het geen pijn doet, niet echt, kijk dan alsof je pijn hebt, kijk alsof je dood je inhaalt, zucht en kreun, maar niet te hard, bevestig de veronderstelde weerloosheid, heb niet te veel oogcontact. Sla je ogen in slow motion neer, kijk op, gebruik alleen je mondhoeken, tuit je lippen niet langer dan 2 seconden, maar tuit ze wel, kort, krimp, kleiner, ho, niet te klein, je moet wel zichtbaar blijven, maak jezelf lichter, nog iets lichter, kweek geduld, hou je in, heb manieren, laat je uitkleden, wees optilbaar. Dit gedicht is voor mij schrijnend als geen enkel ander gedicht in dit... deze bundel. Oké, het gaat dus over hoe van vrouwen verwacht wordt dat ze zich aanpassen naar beelden die mannen of de samenleving voor hun schapen. Dus Rip doet meteen al denken aan rest in peace. Aanvaard je lot, rest in peace, weet je, deal er maar mee. Maar ook omdat er staat Rib met een B. Ja. In de Bijbel wordt natuurlijk gezegd dat Eva uit de rib van Adam geschapen werd. Dus dat vrouwen eigenlijk, de impliciete betekenis daarvan is denk ik dat vrouwen bestaan bij de gratie van mannen. Adam verveelde zich en wilde een vrouw. Precies. En God gaf hem dat. Ja. Strijd met je vingertoppen langs je benen, voel je vacht, verwijder je vacht, veel wat te veel is. Dus het is ook scheer je. Val af. Zorg dat wat er te veel is hier, weg is. Haal weg. Heb een taille, maar wees niet te lang, maar ook niet te groot. En je moet wel een hoge stem hebben, want dat is vrouwelijk. En dat zien we ook, zeg maar, hoe Radna daar zeg maar, mee omgaat met die verwachting. Of hoe ze zich verhoudt ook tot mannen. Of hoe mannen omgaan met haar. Zien we ook in het gedicht Oorlog op bladzijde 63. In de derde strofe. Met mijn vijand deel ik een fles drank op de dansvloer, strompel ik, door de nacht kijk ik.
De dood, maar vooral de waanzin in de ogen. Ik knipoog ernaar, de dood, de waanzin, mijn vijand heeft de mooiste ogen. Bruin als slootwater. In die ogen ben ik geen mooi mens, maar iedereen ziet er vies uit in slootwater. En op een schaal van 1 tot 10 geeft hij mijn kont een 48. Hier snap ik heel goed dat zij die man haar vijand noemt. Mm-hmm. Omdat een heel bekende versiertruc gepreached door van dat soort online Don Juans die dan een aantal stakkers in hun zolderkamer gaat vertellen hoe ze seks moeten krijgen. Die zal altijd zeggen, zorg ervoor dat een vrouw zich onzeker voelt mm-hmm. en haar schoonheid aan jou gaat proberen te bewijzen. Dus ja. Dan zullen die mannen niet haar complimenteren, maar juist niet dus dingen opnoemen die ze lelijk vinden aan haar. Precies, niet zeggen, oh wat zijn je ogen mooi bruin. Nee, je ogen zijn zo bruin als slootwater. Ja. Je kont is niet een perfecte 10, nee, het is 48. Het is super groot. Het is super groot. En dan verwachten ze dat die vrouw haar schoonheid gaat proberen te bewijzen door seks met hem te hebben. Dus de enige die wint is die man. Mm. Ik wil daarnaast ook wel even aan toevoegen, want in deze strofe wordt het niet helemaal duidelijk dat het over een man gaat. Maar in de volgende strofe die erop staat, dat namelijk wel heel expliciet. Met mijn vijand zit ik op terrassen, hij ademt zijn fictieve gelijk in en uit. Mijn vijand leeft al, hij heeft geen zuurstof nodig. Hij schuift als niemand kijkt, een rietje in mijn ruggengraat en slurpt me langzaam, langzaam op, want mijn vijand vindt mij lekker. Ik word er gewoon een beetje naar van. Ik word er ook heel erg naar van. Goede poëzie, en het zei, de goede poëzie confronteert je. En die maakt je gewoon een beetje naar. Maakt je ook gewoon een beetje naar. Goede poëzie leert je beter kijken. Ja. Het laat je dingen zien die jij misschien nog niet eerder had kunnen waarnemen. Door juist een blik te krijgen van Radna Fabius, krijgen wij een blik op een leven dat buiten onze bubbel ligt. Inderdaad. Dat wij ook hebben aangegeven dat wij die positie niet kunnen hebben. Maar en door dit te lezen, komen wij een klein beetje dichterbij Radna haar werkelijkheid. Of tenminste de werkelijkheid van de lyrische ik, de ik-persoon in het gedicht. Ik kan daar niet alles aanschrijven wat hier staat. Want ja. Er zijn natuurlijk wel gedeeltes in de bundel, die we misschien nu niet bespreken, die ik herkende. Die heb ik gezien, die heb ik ook geobserveerd. Maar uiteindelijk is het Radna wel die het onder woorden brengt. En ook de lezer, want de gemiddelde poëzielezer is toch voornamelijk 50 en wit. Te confronteren met zijn eigen privileges. Het giftige gedrag dat onbewust heel veel mensen aannemen, een soort van uit de hoogte, een soort van arrogantie, een soort van zelfsprekendheid in bepaalde verwachtingen die er zijn, Die fileert Radna gedicht voor gedicht. Ik vond het een hele goede bundel. Ik ook. Ik ben blij dat hij zijn Buddingprijs heeft gewonnen. Ik hoop dat Radna nog lang blijft doordichten en veel succes boekt, want dit zijn de stemmen in de poëzie die we nodig hebben. Support your local bookstore. Deze aflevering had niet kunnen worden gemaakt zonder de hulp van onze sponsor boekhandel Heyman Ongerijmd in Arnhem. Mede dankzij jullie blijven wij gewoon weer vier doorgaan. Inderdaad, we zullen zorgen dat de volgende aflevering iets vroeger komt dan wat, 4 maanden daarna? Volgende maand nieuwe aflevering. Er staan nu 3 dichtbundels op het scherm met nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Comment dan even onder welke dichtbundel jij graag besproken wilt hebben door ons. Like, subscribe. Ga vooral langs Heyman Ongerijmd. En support your locals. Inderdaad, altijd. Peace. Godsamme.